In het dagelijks leven is Bert de Wilde melkveehouder, maar daarnaast beheert hij ook al 17 jaar lang een stukje natuur. Hier rechts, dus aan de overkant, dat is het stuk natuur waar we nu dan eigenlijk al beheren. Dit is plekje Milden in Eiter, aan de regge. Ligt ook Milden in onze hoeskavel van onze boerderijen. En het mooie vind ik hiervan, dat is de delta, is destijds aan de leg in het kader van het Twikkelevaartproject. En dat beheren we nu als Zeumtejoar. En dat is een stukje natuur wat nu in Zeumtejoar is ontwikkeld. En dat is ook een beetje het vuurbeeld van wat we nu, vanaf nu met de regge gaan doen, het natuurlijk inrichten. Bij nieuwe natuurontwikkeling wordt meestal de grond aangekocht door een natuurorganisatie. Maar dat wilden ze bij de regge een keer anders doen. Wij als waterschap willen wij deze rivier, de regge, recht, die ligt er nou heel recht in. We willen weer meanderend aanleggen en meer ruimte geven vooral. Hij zit nu tussen de kades en het water kan geen kant op. Dat mag weer over het land stromen en die boeren die gaan dat land beheren. En dan heb je dus een goede combinatie van waterbeheer en boerenlandbeheer. Dat is eigenlijk behoorlijk uniek hier. Boeren die staan dicht bij de natuur en die kunnen dat dus ook. Ze moeten wel aan bepaalde voorwaarden voldoen, richtlijnen, zodat er ook weer natuur terugkomt. Maar ja, een boer zal zelf ook zeggen, ik ben al bezig met de natuur. En landbouw is eigenlijk ook natuur, hè? Het zal heel mooi weer als we in mei, juni hier nog gewoon één keer één snede gras af kunnen halen. Boeren zijn toch tegen natuur? Nou, ik vind dat een groot woord. Ik denk er lang niet dat de boeren allemaal tegen natuur zijn. Alleen de confrontatie tussen gewone boerenpraktijken en natuur kan soms echt botsen. Je kunt gewoon duur natuur soms beperkingen opgelegd krijgen als je boer de neus slingt of de gevolgen van bijvoorbeeld natte natuur kun je mee geconfronteerd worden. Daardoor een grond bijvoorbeeld te nat of misschien wat te droger wordt. Een van de onderdelen van weer ruimte geven aan de rivier en, was ook om een aantal stuwen weg te halen hier. Nou, dat heeft best wel heel veel weerstand aanvankelijk opgeroepen. En vooral bij de agrariërs, want als je stuw weghaalt, dan denken ze van ja, nou dan zakt het water en dan hebben we last van verdroging strakjes. En we hebben dat uitgerekend en wij kunnen garanderen dat het niet slechter wordt voor de agrariërs. Wie hebt de samenwerking gezocht met alle groeperingen om ons heen? Die hebt met kunnen denken in het plan. En heel veel wensen zijn ook gewoon in het plan verwerkt. Ja, dat is zeker de kracht, denk ik. Ja. Het is een hele uitdaging dat we daar boeren en particuliere eigenaren voor inschakelen. Die worden straks de natuurbeheerders hier langs de rivier. Maar de praktijk moet het nog wijzen. En wij hebben er wel vertrouwen in dat die boeren en particulieren die natuur zometeen gaan beheren.